mij naar het buitenland gaan. Ik denk dat ik die stap nu, dat ik toen gezet heb als ik 18 was, mij sowieso al een beetje ervaring gegeven heeft, maar nu toch nog meer. Dus ja, en voor de rest, ja, als je een tegenslag hebt, daar groei je eigenlijk ook wel van. Maar ook gewoon als je goed bezig bent, denk ik, of gewoon je coaches of je teamgenoten die je helpen en zo. Ik denk dat dat allemaal wel dingen zijn die je als persoon doen groeien, maar ook op het veld doen groeien. Ik overal van Meteor. Ja, de laatste tijd. Meteor les ik ook wel vaak. Dat liedje? Goed geprobeerd. Ik luister vaak voor de wedstrijd naar Voetbaldroom. Trois Cafés Gourmands. C'est des chansons qui sont assez enthousiastes, on va dire. Ja, ik luister echt naar alles eigenlijk. Dat hangt vooral af van de moment, ja. Ik vind het nieuwe liedje van Willy William nu wel goed. Dat vind ik wel leuk, trompetta. Ik heb dat opgelegd. Tessa, haar lievelingsliedje is Heb je glas van Marco Borsato. Als we gewonnen hebben. Ja. Bij mij, als ik zelf voetbalde op de speelplaats en op school, toen ik zelf nog geen voetbal speelde bij een club, denk dat daar de liefde is gegroeid, zeg maar. Ah, de eerste voetbalherinnering. Bij mij was dat niet als ik zelf voetbal speelde, maar gewoon gaan kijken naar mijn broer. Bij mij ongetwijfeld de wedstrijd van mijn papa. Als ik klein was en ik ging mee gaan kijken als zij voetbal speelde, was wel laag niveau. Maar dan is dat bij mij toch als ik echt als... dan zie ik mij nog als klein meisje tussen de jongens lopen en, in de beginjaren. Waar dat iedereen dan zei, oh, er speelde een meisje mee, er speelde een meisje mee. Toen was dat nog een big deal, terwijl dat nu meer en meer als normaal wordt aanschouwd. Maar dat herinner ik mij wel nog. Dans mon jardin avec mon grand frère et mon papa, on jouait et c'était vraiment des chouettes moments. Ik herinner me nog dat mijn opa mij vaak voerde naar de training en dan zat ik op de keukentafel en dan knoopte hij mijn schoenveters. Ik vond Marijke Kallebout altijd een goeie. Mijn mama heeft mij ook altijd vooruit geholpen in de voetbal, dus ja, dan zou ik zeggen mijn mama eigenlijk, omdat hij er zelf ook altijd in zat. Ik heb naar die documentaire van Michael Jordan gekeken, maar ook was ik vroeger altijd fan van Hazard, van Ronaldo, van die type spelers. Bij mij was dat vooral, ja, ik ging met mijn papa naar voetbal gaan kijken en dan stond, we gingen altijd naar Anderlecht gaan kijken en dan stond Zitka in doel en Willem soms speelde daar dan. Ik denk als ik heel klein was, waren dat wel de eerste spelers van wie ik echt een truitje had eigenlijk. Ja, die van mij is Kevin De Bruyne, omdat ik ooit op stage als kind heeft hij mij training gegeven. En sindsdien kijk ik eigenlijk altijd op naar hem, ook voor zijn mentaliteit en zo. Die van mij is Romelu Lukaku. Ja, bij mij was dat Daniel Zitka en Christian Willemsson toen ze bij Anderlecht zaten. Bij mij was van Messi. Ik heb wel vroeger van Cristiano Ronaldo. Ja, ik heb van Messi, ja, maar van een vrouw. Niet echt. Ja.